Men brengt 5 mol fosforpentachloride in een vat van 5 liter. En men vraagt ons om de concentratie te berekenen van zijn ontbindingsproducten op het moment van het evenwicht als men de kade-evenwichtsconstante geeft en die is 0,02. We beginnen met het uitschrijven van de reactievergelijking. Fosforpentachloride zal in evenwicht ombinden tot fosfortrichloride en chloorgas. Ziezo, voorgetallen zijn allemaal 1, dat is belangrijk. Men geeft ons het aantal mol en men zegt dat het in een vat is van 5 liter. Dus 5 mol gedeeld door 5 liter geeft ons hier 1 molair of 1 mol per liter. In het begin is er niks aan beide producten en we weten niet wat de eindconcentratie is. Dus we zeggen hier, er zal x wegreageren, er zal x ontstaan. En op het einde hebben we dus 1 min x als concentratie van fosforpentachloride, x van fosfortrichloride en x van chloorgas. En men geeft ons de evenwichtsconstante, k is 0,02 en die is gelijk aan de concentratie van PCl3 bij evenwicht maal chloor 2 bij evenwicht gedeeld door concentratie van fosforpentachloride bij evenwicht. Of als we dat invullen, x maal x gedeeld door 1 min x. Dat levert ons dus volgende vergelijking op. 0,02 is gelijk aan x kwadraat gedeeld door 1 min x. We gaan dat een beetje anders schrijven. 0,02, we brengen de 1 min x naar de andere kant, is gelijk aan x kwadraat. Nu gaan we deze uitvermenigvuldigen, die 0,02 en die x. Dus dat ziet er zo uit. X kwadraat is gelijk aan 0,02 min 0,02x. Of als we dat in een versie schrijven, ax kwadraat plus bx plus c, dan ziet dat er zo uit. X kwadraat plus 0,02x min 0,02 is gelijk aan 0. Deze kwadratische vergelijking lossen we op met de rekenmachine of via de discriminant. Ik ben vandaag in een luie bui, dus ik gebruik deze quadratic equation solver. We hebben hier dus onze kwadratische vergelijking, namelijk x kwadraat is de eerste, plus 0,02x is de tweede, en min 0,02 en dat gaat hij voor ons oplossen. Voilà, x1 is 0,13, x2 is min 0,15. Eén van de twee ga je altijd kunnen schrappen, omdat het bijvoorbeeld in dit geval een negatief getal uitkomt. Dat kan niet. Dat zou willen zeggen dat er stoffen bijgekomen zijn bij het wegreageren. Dus we weten al dat het hier het getal x1 zal moeten zijn. Als het twee positieve getallen zijn, dan zal je merken dat één van de twee ook niet kan, omdat het bijvoorbeeld groter is dan de startconcentratie van het limiterend reagens. Dus bijvoorbeeld, dit levert 0,2 op, maar je hebt maar 0,1 van het product bij de start. Dat zal dus moeten blijken oefening per oefening. Maar dit is dus makkelijk, de negatieve kan je negeren. X1 is 0,13. Dus we weten hier dus uit dat x gelijk is aan 0,132. En dat is ook exact wat men dus hier van ons vraagt. 0,132 molair is dus de hoeveelheid concentratie op het einde, dus bij het evenwicht.